Goedemiddag, ik zal kort zijn omdat Sigmar Gabriel ook weer een vliegtuig moet halen terug naar Duitsland. Ik vond het een inspirerende bijeenkomst en het was mooi dat de kreet van Sigmar, ik ben van na de oorlog en ik denk dat dat zo zou blijven, zoals hij het zei. We herinneren ons allemaal onze generatie hoe wij met bordjes in de jaren 80 in de grote vredesdemonstraties rondliepen. Min of meer bezorgde bordjes en zei ik ben van na de oorlog en ik wil dat dat zo blijft. Toen was dat al nog allerminst zo zeker. Dat is allereerst 30 jaar vooruitgang. Meer optimisme over dat prachtige project Europa. Het is tegelijkertijd misschien wel de beste herinnering aan het feit dat Europa altijd meer zal moeten zijn dan een opportunistisch, pragmatisch project van handel en bedrijven. Europa was en is het project van vrede. Europa zal altijd meer moeten zijn dan gewoon alleen maar een beetje met elkaar samenwerken. En dat die oproep van oorlog en vrede is misschien voor de huidige generatie minder schril dan die voor de vorige generatie was. En daarom hebben we ook weer nieuwe projecten nodig voor de toekomst. En ik denk dat het project 2020, het woord viel al voor zojuist, ik denk dat dat voor Europa inderdaad het project moet zijn van werk. Eerlijk werk, meer werk. Europa moet hard werken, omdat het niet vanzelfsprekend is dat die banen hier zullen blijven. En Europa moet samenwerken, omdat het niet vanzelfsprekend is dat we de steun blijven houden van een vrachtwagenchauffeur of een bouwvakker in Nederland, als die continu wordt weggeconcurreerd door een vrachtwagenchauffeur of een bouwvakker uit Bulgarije of uit Polen. We moeten harder werken, we zullen moeten samenwerken en we zullen ons altijd moeten realiseren dat Europa meer is dan dat opportunistische, licht chagrijnige project van ach, we drijven wat handel en dan gaat het vanzelf beter. We hebben gezien dat het niet zo is. Sociaaldemocraten realiseren zich tot in hun vezels dat er meer nodig is dan dat. En aanstaande donderdag heeft Europa dus die keuze. Of je kiest voor het conservatief rechts Europa en dan moet je in Nederland stemmen op de christendemocraten van het CDA of op de liberalen van de VVD of D66. Een Europa dat gewoon inderdaad wel opportunistisch, licht chagrijnig wil voortmodderen met een samenwerking op het gebied van handel en dan hoopt dat het vanzelf beter gaat. Of je kiest voor project 2020, het project van de sociaaldemocraten. De sociaaldemocraten die aanstaande donderdag tot en met zondag, en wij zullen die zondag zeker hard nodig hebben in bijvoorbeeld Duitsland en ook in andere landen, om nog een hoop sociaaldemocraten het parlement in te stemmen, die kunnen de grootste partij worden. En dan kan Europa dus dat project blijven wat veel meer is dan alleen maar handel, economie en multinationals. En dan hoop ik dat onze kinderen inderdaad van na de oorlog blijven en inmiddels een nieuwe uitdaging zijn aangegaan. Een uitdaging om dit continent, wat in de wereld een kleiner continent zal zijn als je het kijkt in omvang van bevolking en economie, maar misschien wel een grootser continent als het gaat in samenwerken, mensenrechten, vrede, eerlijk werk voor een goed loon. Als onze kinderen dat project kunnen voordragen, dan hebben wij onze taak goed gedaan. Aanstaande donderdag kunt u daar een duwtje in geven, als u het juiste hokje rood maakt. En in Nederland is dat gewoon nummer 1, 2, 3, 4 of 5 of 17, maar in ieder geval van lijst 3, de Partij van de Arbeid. Ik dank u wel voor deze middag. Ik ben Sigmar Gabriel, een goede reis naar huis. En u ook, wel thuis.